In deze videopodcast geef ik uitleg over wat onmiddellijke aanhouding na een uitspraak betekent. Een veroordeling tot een gevangenisstraf kan nooit onmiddellijk worden ten uitvoer gelegd, omdat er altijd een rechtsmiddel mogelijk is, zoals hoger beroep. De onmiddellijke aanhouding is een vorm van voorlopige hechtenis die dient om de uitvoering van de straf te waarborgen, zolang deze niet definitief is geworden. Dit kan van belang zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand aangehouden ter terechtzitting verschijnt, maar ook in andere gevallen. Als de veroordeelde in vrijheid is en op de dag waarop de uitspraak gebeurt aanwezig is, dan kan de vrijheidsberoving gebeuren ter terechtzitting of, als de betrokkenen afwezig is, zo vlug mogelijk daarna. De onmiddellijke aanhouding is niet hetzelfde als de aanhouding in het kader van de voorlopige hechtenis. De voorlopige hechtenis is in het kader van een gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter. De onmiddellijke aanhouding is in het kader van een uitspraak door de rechter. De periode die iemand in de gevangenis doorbrengt als gevolg van een onmiddellijke aanhouding wordt ook toegerekend op de duur van de straf. Hetzelfde geldt trouwens voor de periode dat iemand in voorlopige hechtenis werd geplaatst door de onderzoeksrechter. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om iemand onmiddellijk aan te houden? Er zijn twee voorwaarden. Er is eerst een voorwaarde in verband met de duur van de uitgesproken straf en er is een voorwaarde in verband met vluchtgevaar of gevaar voor recidive. Dit betekent gevaar voor herhaling. Voor het uitspreken van een onmiddellijke aanhouding, bij de uitspraak in eerste aanleg, is vereist dat de beklaagde of de beschuldigde wordt veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 3 jaar of tot een zwaardere straf. Bij bepaalde misdrijven, zoals terroristische misdrijven en misdrijven van voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, bederf van jeugd en prostitutie en openbare zedenschennis, kan de rechter al een onmiddellijke aanhouding uitspreken bij een veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar of een zwaardere straf. Voor bepaalde misdrijven zoals douane en accijnzen is geen onmiddellijke aanhouding mogelijk. De onmiddellijke aanhouding kan enkel worden gelast indien te vrezen is dat de beklaagde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken, vluchtgevaar dus, of op grond van recidieve gevaar, gevaar voor herhaling dus. De rechter moet dit telkens concreet motiveren. Wie kan de onmiddellijke aanhouding vragen? De rechter kan de onmiddellijke aanhouding slechts uitspreken indien ze door het Openbaar Ministerie werd gevorderd. Het Openbaar Ministerie is evenwel niet verplicht dit te vragen, zelfs als aan alle voorwaarden voldaan is. Kan de rechter op eigen initiatief iemand onmiddellijk aanhouden? Nee. De rechter kan dit niet op eigen initiatief doen. Hij moet het standpunt van het Openbaar Ministerie afwachten. Hoe verloopt de procedure? Onmiddellijk na de uitspraak over de straf vordert het Openbaar Ministerie de onmiddellijke aanhouding. De rechter houdt hierover een afzonderlijk debat. Dit betekent dat de beklaagde en zijn raadsman worden gehoord als ze aanwezig zijn. Als de beklaagde niet aanwezig is of vertegenwoordigd is, zal de onmiddellijke aanhouding in voorkomend geval bij verstek worden gelast. Na het debat doet de rechter uitspraak met een gemotiveerde beslissing. Hij geeft aan welke omstandigheden van de zaak de vrees wekken dat de betrokkenen zich poogt te onttrekken aan de uitvoering van de straf of waarom er een gevaar voor herhaling bestaat. Kan de rechter bevelen dat de onmiddellijke aanhouding in de vorm van elektronisch toezicht wordt uitgevoerd? Nee, dit is niet voorzien in de wet. De bedoeling van de onmiddellijke aanhouding is dat ze wordt uitgevoerd in de gevangenis. De veroordeelde die dus onder elektronisch toezicht staat op de dag van de uitspraak, kan dus opgesloten worden in de gevangenis indien het Openbaar Ministerie dit vraagt.
is er een hoger beroep of verzet mogelijk? Nee, er is geen hoger beroep of verzet mogelijk. Er is enkel cassatieberoep mogelijk, voor zover dit rechtsmiddel ook tegen de veroordelende beslissing wordt ingesteld. Kan de veroordeelde de voorlopige invrijheidstelling vragen? De aangehouden beklaagde kan een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling indienen op voorwaarde dat er tegen de veroordeling zelf hoger beroep, verzet of cassatieberoep is aangetekend. Het verzoek wordt ingediend bij het gerecht dat moet uitspraak doen op het hoger beroep en niet dus bij de rechter die de onmiddellijke aanhouding heeft bevolen. Het gerecht kan het verzoekschrift inwilligen of op een gemotiveerde wijze verwerpen. Ook kan een vrijheid onder voorwaarde worden toegestaan die de rechter moet motiveren. Wordt de duur van de onmiddellijke aanhouding verrekend als er in de hoger beroep een andere straf wordt uitgesproken? Dit wordt inderdaad verrekend, net zoals dit gebeurt bij voorlopige hechtenis. Voor meer info over dit onderwerp, kijk in de beschrijving onder het YouTube-filmpje voor een aantal verwijzingen.